In deze video een korte maar belangrijke waarschuwing voor de cijfers die uit gaan komen, en ook antwoord op de vraag: hoe lang gaat deze bear market nog duren? Hé hey toppers, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal, het kanaal waar ik alles deel over mijn reis in de cryptocurrencies, crypto traden, beleggen, tutorials, reviews, unieke kansen om te gaan pakken in de crypto markten en om er gewoon voor te zorgen dat ik jou klaarstoom voor de komende jaren die komen gaan. Om ervoor te zorgen dat je nog mooiere trades kan maken, ga ik elke video 20 euro in crypto naar keuze weggeven aan personen die geabonneerd zijn op dit kanaal. Het enige wat je hiervoor dus moet doen is even abonneren op dit kanaal via de knop hieronder en daarnaast even een reactie plaatsen dat je geabonneerd bent en elke video... Maak ik een nieuwe winnaar bekend? Yes topper. tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Siri bemoeit zich er weer mee. Yes stopper, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. In deze video dus meer over de cijfers die vanmiddag gaan uitkomen en de vraag hoe lang duurt deze bear market nog? Een video voor jullie voordat ik zometeen de boot op stap en even lekker ga genieten van de laatste dag met mijn ouders hier. Daarna ben ik weer terug, gaan we lekker knallen, ga ik veel content ook uitbrengen, gratis content die je kan downloaden, uh, zodat je meer kan gaan leren, meer kennis op kan gaan doen in deze periode. Dus dat is gewoon ontzettend belangrijk, zodat je straks lekker kan gaan knallen. Dat gaan we dus doen de komende periode. Verder, als je nu alvast meer wil leren, je kan naar cornemarchand.nl slash gratis gaan om meer te leren. Ik heb daar verschillende gratis dingen staan. Een webinar, een crypto beginnersgids, 5 gems video. Dus heb je het nog niet gedownload, dan kan je dat nu doen. En zoals in elke video, wint iemand weer 20 euro in crypto. Dit keer is het DVZ Investor. Als je deze video ook bekijkt, stuur me even een mailtje op marchantbusiness.com met je walletadres en de crypto die je graag zou willen hebben en dan krijg je dit van mij opgestuurd. Alright, starten met dit artikel. Billionaire Mike Novogratz forecast how lang de Bitcoin en crypto bear market will last. En dit is natuurlijk uh, iets wat een, oké, okay, miljardair zegt. Nou goed, neem het met een korrel zout, maar ik ben het uh, wel. Deels met hem eens. Ik denk in ieder geval. wat hij eigenlijk zegt in dit artikel. is dat hij verwacht dat we nog twee tot zes maanden pijn gaan krijgen. Nou, ik verwacht sowieso die zes maanden. In ieder geval 2022. gaan we zeker nog meer pijn zien. Uh, en vooral denk ik dat we. de saaie periode gaan krijgen. voordat we eindelijk weer wat. bullish uh, actie gaan zien. Dus wat bedoel ik daarmee? Dat we gewoon gaan een waar uh, op de. Uh, prijsniveaus waar we nu ook aan het racen zijn. Dus het gaat gewoon ontzettend saai blijven zijn voor de komende maanden. Dat is een mooie tijd voor jou om en meer kennis op te doen. En eventueel je zakjes met crypto die je graag zou willen hebben aan te vullen. Dus gebruik deze periode dan ook zeker goed. En daarnaast denk ik gewoon dat die 12k nog steeds de bodem kan. Uh, en misschien wel gaat te zijn de komende maanden. Dus verwacht in ieder geval dat we wat meer pijn hebben. Zorg dat je wat geld vrij hebt, zodat je rustig aan hier en daar wat bij kan gaan kopen. Dat is eigenlijk kort gezegd, het artikel van. Uh, of waarin uitgelegd wordt wat Mike Novogratz voorspelt. Dan hebben we deze en dit zijn de CPI-cijfers en ik wil even snel door de info heen gaan. Ik heb ook niet zo heel veel tijd, maar de CPI-cijfers komen vandaag weer uit. We zien elke keer als die CPI-cijfers uitkomen dat de markt super volatiel is en ik zie ook elke keer dat er mensen gaan traden. Continu worden uitgestopt. Waarom? Stop los wordt gezet, uitgewikt. En het gaat wellicht wel die kant op. Maar je ziet in ieder geval dat er ontzettend veel volatiliteit in deze periode is. Nou, uh, het is vandaag wederom om half drie uh, op Europese tijd. Gewoon onze tijd om half drie komen deze cijfers uit. Uh, en er kunnen, kan of een hele bullish reactie uiteindelijk uit voortkomen. Of een bearish reactie. De laatste tijd is het telkens bearish geweest. Nou, uh, wat staat hier nu? The latest Consumer Price Index Report for September will be made public by the US Bureau of Labor Statistics on Thursday, October 13, at uh, 8.30 Eastern Time. Nou, dat is voor ons dus half drie vanmiddag. Dus zorg in ieder geval, als je gaat, als je gaat traden of van plan bent om trades te zetten, dat je daar rekening mee houdt. Ik adviseer altijd om gewoon even langs de zijlijn te gaan staan tijdens deze periode, want je weet niet precies wat er gaat gebeuren. De kans dat je uitgestopt wordt uh, is gewoon ontzettend groot. En dat is natuurlijk zonde zijn. Dus wat je het beste kan doen, is uh, eventjes aan de zijlijn gaan staan, zorgen dat de markt weer, um, of wachten totdat de markt weer een beetje stabiliseert en dan weer gaan treden. Dat is eigenlijk in mijn optiek het beste wat je hier kan doen. Nou, what effect will stronger US economy, uh, economic figures have on the cryptocurrency markets? Ik zal hem eventjes vertalen voor de mensen die dat fijn vinden. Wat er staat, de markt voor cryptocurrency kan een bearish wending nemen met hogere Amerikaanse CPI cijfers. En ook als het wel gedaald is maar toch iets hoger is dan verwacht, dus hou daar ook rekening mee. Het is voornamelijk omdat de Amerikaanse Federal Reserve de economische statistieken zoals inflatie, arbeid, bbp en andere gebeurtenissen nauwlettend in de gaten houdt om er aanstaande beleid te bepalen. De verbeterde economische gegevens zullen Jerome Powell en de rest van het FOMC overtuigen om de rente te verhogen. Als gevolg hiervan kunnen beleggers hun beleggingen verschuiven van risicovolle beleggingen zoals cryptocurrency, forex en aandelen naar veilige havenbeleggingen zoals goud en staatsobligaties. Nou moet ik zeggen dat Bitcoin het juist in deze periode uh, als een van de beste, of misschien wel de beste, heeft gedaan. Uh, qua het stabiel blijven, want je ziet al hoe lang we op dezelfde prijslevel zitten. Dus uh, ik wil niet per se zeggen dat crypto, niet in, misschien in zijn algemeen, maar bitcoin in ieder geval ook een veilige haven in deze is. Doet er niet zoveel toe. Wat je moet onthouden is dus dat er vanmiddag die CPI cijfers aan gaan komen. Uh, je kan zien dat er een paar uur ervoor al veel volatiliteit gaan krijgen. Dat er wellicht alles al ingeprijsd wordt, omdat er een verwachtingspatroon is. En dan om half drie zul je heel veel volatiliteit gaan zien. Dus uh, of het is goed ingeprijsd en het Valt mee of het is niet goed ingeprijsd en je gaat heel veel prijsschommelingen hier zien. Dus pas gewoon op met treden. Dat is eigenlijk mijn message uh, wat ik met deze, uh, met deze video eigenlijk wil overbrengen. Goed, kunnen we nog even kijken naar uh, de Bitcoin chart? Wat kan er gaan gebeuren? Uh, ik denk als we uh, hier uiteindelijk een bearish reactie van gaan zien, gaan we die uh, low testen. Dus die 17.760. Dus dat is de low die we gemaakt hebben hier op vrijdag 17 juni dat we die low gaan testen, dus we zakken hierheen voordat we eventueel weer die, de neerwaartse trendlijn gaan testen en dan denk ik nog steeds dat we want als je ziet, uh, zoals je ziet zitten we telkens, of zijn we telkens die uh, lower highs aan het maken, lower high, lower high, lower high dan zouden we hier weer een lower high maken en een lower low op gaan zoeken om vervolgens het vorige supportniveau als resistance te maken en uiteindelijk wel die 12k gaan testen uh, hier wat de high van 2017 is dat zie ik nog steeds als het beste of tenminste als het meest mogelijke Scenario voor Bitcoin op dit moment. Daarnaast, als we dan naar Ethereum gaan kijken, is het logisch als we dan uiteindelijk dit level van 1000 dollar gaan testen. En wellicht zelfs die low ook op 800 dollar. Dus het is goed in de gaten houden uh, welke levels we vasthouden en welke we gaan breken. Want als we dit level breken, die 12, uh, 1257 of 1300, dan zul je dus zien dat we direct dit level van 1000 in ieder geval gaan testen. Daarom zorg ervoor dat je. Niet elke keer alle alles geld wat je hebt in investeert, maar zorg dat je altijd wat vrij hebt zodat je ook kan anticiperen als ze toch wat lager zakken. Dus DCA, gewoon op het moment dat we steeds een stukje lager zakken. Dus eigenlijk inkopen als we naar beneden gaan. Gaat misschien tegen je logica in, maar op termijn, als de bullmarkt straks weer aantrekt, zul je zien dat je een hele mooie gemiddelde prijs hebt betaald voor bepaalde cryptocurrencies en daar flink op kan gaan cashen. Goed, dat was het voor deze video. Ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Dat ik je behoed heb in ieder geval voor vanmiddag. Ervoor gezorgd heb dat je geen verliezen gaat maken als je hier niet van op de hoogte was. Uh, en dat je een kleine indicatie hebt van hoe lang de bear market nog duurt. Dus waarschijnlijk zo'n uh, zes maanden voordat we een beetje meer bullish prijsactie gaan zien. Dus ik verwacht zeker ergens midden uh, 2023 dat daar. En ergens het omslagpunt gaat liggen. Afhankelijk natuurlijk van de economie. Goed, dat was hem. Bedankt voor het kijken. Like hem even als je hem tof vond. Abonneer voor dit kanaal. En ik hoop dat ik je terugzie in de volgende video. Adios.